Dan heeft Boeing een stappenplan ingediend bij de FAA, dat is de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, waarin de vliegtuigfabrikant beschrijft hoe je problemen met veiligheid en kwaliteit kunt oplossen. Dat zou prettig zijn, want Boeing ligt sinds begin van dit jaar onder een vergrootglas na allerlei incidenten met diverse modellen van hun vliegtuigen. De toezichthouder zegt toe te blijven zien dat de stappen die Boeing gaat zetten effectief zijn. Ja, de crisis begon natuurlijk in januari, hè, toen we een deurpaneel zagen wegvliegen uit een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines. Er ontbraken bouten, bleek. Ja, ding zat niet vast. Nee, precies. Bleek dat de kwaliteitscontroles toch wel ook behoorlijk ondermaats waren bij de divisie voor de passagiersvliegtuigen van Boeing. En Boeing had van de FAA 90 dagen de tijd gekregen om een verbeterplan te presenteren. De fabrikant gaat nu onder meer het systeem verbeteren waarmee werknemers veiligheidsmeldingen kunnen doen. Ook gaat het bedrijf werkinstructies verduidelijken en procedures makkelijker maken. En er komen ook meer interne audits, controles op die productie. De FAA-directeur, Mike Whittaker, die heeft donderdag 3 uur lang gesproken met de top van Boeing. Daarna zei hij, ja, systeemverandering is niet gemakkelijk, maar in dit geval absoluut noodzakelijk. En het werk is nooit echt klaar als het gaat om de veiligheid van het vliegende publiek van Boeing. Ja, lijkt me logisch. De FAA heeft dus ook streng toezicht gehouden en blijft dat doen op Boeing. Zo lopen er extra veiligheidsinspecteurs rond in de fabrieken. En ook gaat de toezichthouder meer gesprekken met werknemers voeren van het bedrijf. Om ook een beetje te bekijken in de praktijk of die maatregelen die nu worden genomen, of dat wel effect heeft. En de FAA gaat ook meer inspecties uitvoeren op kritieke punten in het productieproces. Waarschijnlijk bij die deuren, onder andere. Ja. En ze gaan wekelijks in gesprek met Boeing om de prestatiecijfers, de voortgang en de eventuele uitdagingen bij al die veranderingen en die controlemaatregelen te bespreken. Dus de FAA, dat wordt toch echt wel een hele strenge schoolmeester, denk ik. Precies. Bij Boeing. En dat was wel een beetje kritiek op de FAA, want in aanloop naar deze affaires, toen we de 737 MAX hadden, waarvan je weet, die werd aan de grond gezet omdat ze allerlei systemen hadden die zelf functioneerden buiten de piloot om, waardoor we 2 vliegtuigen zagen neerstorten. Toen kreeg de FAA terecht, denk ik, kritiek dat ze te weinig toezicht hadden gehouden. Dus die heeft inmiddels ook een beetje retrospectief zelf de broekriem aangehaald. Nog maar 6 dagen en hebben we Europese verkiezingen. 6 juni, schrijf in je agenda en ga nou eens dit weekend gebruiken om te kijken op wie en wat je gaat stemmen. We praten elke dag hier op BNR of op dit tijdstip over regeldruk, want dat is een van de belangrijkste onderwerpen voor ondernemers. En het onderwerp van het grote BNR-ochtendspitsdebat, en dat is de dag voor de verkiezingen, aanstaande woensdag, tussen 9 en 10. En dan gaan we, Iwan en ik, die gaan met de grote lijsttrekker spreken van de partij, juist over dat punt, belangrijke punt voor ondernemers. Er komen 10 pagina's regels per dag uit Europa op ons af. En dan moet je niet, kun je niet altijd blijven worden. Vandaag gaan we praten met de directeur van de AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, Raymond Putz. Meneer Putz, goedemorgen. Goedemorgen. De helft van de ondernemers vindt dat Europa zich meer moet bemoeien met migratie. Blijkt uit een enquête in aanloop naar de Europese verkiezingen, uitgevoerd door VNO-NCW. Die migratie, ik had het toevallig net met een van de partners van PwC over in het kader van de semiconductor-industrie. De semiconductors, de halfgeleiders, waar we groot in zijn. We weten dat het kabinet plannen heeft om arbeidsmigratie af te remmen. Maar de helft van ondernemers zegt, je moet je meer bemoeien met migratie. Waar zit dat dan vooral in? Ja, kijk, waar werkgevers natuurlijk wat van belang is, we hebben in die krappe arbeidsmarkten die we niet alleen in Nederland kennen, maar eigenlijk in heel Europa. En dan is het ook niet raar dat natuurlijk in verkiezingsprogramma's terechtkomt. En wat werkgevers natuurlijk vooral van belang vinden, is dat er een gelijk speelveld blijft. Als die krapte overal is in Europa. En we maken verschillende regelingen over toetredingen van de arbeidsmigranten. Ja, dan bepaalt dat natuurlijk ook waar arbeidsmigranten uiteindelijk gaan werken. Mm-hmm. En daar hebben werkgevers last van. En dat is waar werkgevers natuurlijk ook voor pleiten. Zorg nou dat we binnen Europa in ieder geval een gelijk speelveld hebben. Ja, precies. Want is er op dit moment inderdaad iets wat arbeidsmigranten tegenhoudt in Europa met regels? Ja, zeker. We spreken van één grote Europa. Misschien ook wel goed om een paar feiten te kennen. Hè. Er werken in Nederland ongeveer 1 miljoen arbeidsmigranten. Dat is best veel, hè, als je daar zo naar kijkt. Maar de discussie gaat vaak aan die feiten voorbij. Want de helft daarvan, ruim 500.000, zijn gewoon mensen die uit Europa komen. Die net zoveel ruimte hebben zoals u en ik. Ook als wij dat zouden willen in een ander land kunnen gaan werken, kunnen zij dat ook. Dat is wel van belang dat in stand blijft. Ja. Mm-hmm. Kijk je nou bijvoorbeeld naar een land als Duitsland, die kent een veel aantrekkelijkere kenniswerkersregeling dan in Nederland. Mm-hmm.
Nou, ik hoorde de voorganger net ook spreken van onze belangrijke economie, de semiconductors. Maar er zijn er veel meer sectoren in Nederland die echt die kenniswerkers nodig hebben. Ja. Nou, als we daar zeg maar, echt afwijkende de regelingen ontwikkelen die echt anders zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland, ja, dan bepaalt dat echt voor een deel je concurrentiepositie. Ja. Dat is echt zorgelijk. Dat is een zorgelijke toestand. Maar hoe kunnen we dat nou als kiezers in Europa gaan bewerkstelligen dat het komt? Want ja, we weten inmiddels, we hebben een Nederlands kabinet, dat zal toch ook zich moeten houden aan Europese regelgeving? Ja, zeker. Ja, als je uiteindelijk vraagt, wat moeten we daar als Europese burger? Ja, precies. Ja, laten we vooral onze stem horen voor die partijen. In ieder geval op dit onderwerp dan natuurlijk. Dat bijdraagt aan zo'n grote en zo'n open mogelijke Europese markt. Hè. Dus dat is echt van belang. Laten we echt realiseren dat een open economie echt van belang is, dat we de talenten ook echt daarin zetten waar dat mogelijk is. Als je misschien toch een kleine vergelijking, want we hebben het idee dat we heel veel verplaatsen, maar 4% van de Europese burgers werken in een ander land. Dat is echt maar een heel klein, klein aandeel. Dus er zit wat dat betreft echt nog veel meer ruimte in. En we hebben het veel in de discussie, vooral over die kenniswerkeren, de 30% regeling, of er mogen minder studenten naar de Nederlandse universiteit en hogescholen komen. Nou, laten we echt oppassen, nogmaals, met onze hoogontwikkelde economie. Maar ook echt oog houden voor de vakkrachten. Die lijken een beetje in deze discussie verdwenen te zijn. Maar de grootste krapte in Nederland is de krapte aan de mbo'er met ongeveer 4 tot 5 jaar werkervaring. Ja. Dus dat is ook de groep die we echt ook vooral uit andere landen nodig hebben. En nou, ik zou willen pleiten, laten we zorgen dat we die discussie vooral open blijven voeren, omdat als we die mensen uiteindelijk niet de ruimte bieden, dan staan echt voor een deel onze bouwplannen, die komen echt niet van de grond. Onze pakketjes die komen echt later op onze adressen aan. En onze gewone voedselvoorziening komt ook onder druk te staan. Dus echt ook aandacht voor de vakkrachten. Dank. Raymond Putz, directeur van AWVN, dat is de werkgeversorganisatie. Nederlandse inflatie is in mei onveranderd gebleven, 2,7%, maar nog steeds hoog. En waar zit nou de pijn? Nou, we gaan naar die snelle raming van het CBS kijken zometeen met onze eigen